President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een gesprek gehad met het clusterteam van ministers en het interim management team van de SLM. Daarbij kwam naar voren dat er een lichte groei te merken is in de verkoopcijfers. Ook heeft zondag de ondertekening van de intentieverklaring met de lessor van de Boeing 7, de leaser van de Boeing 737-800 plaatsgevonden. Het streven is om de lease binnen korte tijd af te ronden. Dit vliegtuig zal op de regionale route worden ingezet en zal ervoor zorgen dat Suriname Airways kostenefficiënt kan vliegen. Verder wordt er ook hard gewerkt aan de voortzetting van het traject voor het binnenhalen van een eigen vliegtuig dat zal worden ingezet op de Mid-Atlantische route.